Vandaag ben ik aangekomen. Aangekomen? Ja. Ik zie jij het te zien. Welkom bij Kasteel Het Nijenhuis. Wij zijn hier, Alexandra en ik, zomaar, want wij waren hier in de buurt. En ik dacht, het lijkt me wel een bezoekje waard. We zijn hier ook nog nooit geweest. We gaan kijken, er is een beeldentuin en je kan ook het huis van binnen bekijken. Met je museumjaarkaart mag je hier gratis binnen. Ja, die bol. Die bol hier is van roestvrij staal uit 2011. Hij is van Ronald A. Westerhuis. Hij heet Rawson. De bol staat in de kunst vaak symbool voor de wereld. Hier weerspiegelt de bol ook letterlijk de wereld. Kijk, vanwege de vorst zijn er een aantal beelden ingepakt. Het ziet natuurlijk een beetje vreemd uit. Maar ja, beter voor het behoud. We zijn net in het kasteel geweest, maar het is dus echt helemaal geweldig. We waren echt super blij verrast, want er waren heel veel verschillende kunstwerken te zien. Voor iedereen is er wel wat wils. En het allermooiste vonden wij de kunstwerken van Heringa en Kalsbeek. Moet ik wel zeggen dat dat een van mijn favoriete kunstenaars is, dus ik was dolblij om dat hier te zien. Maar ik zag ook een Israëls. Isaac Israël, dat vindt Alexandra dus super mooi. Ja. Dat was er ook gewoon. In het kasteel mochten wij niet filmen vanwege veiligheidsredenen. Maar elke kamer is anders. Overal is wat anders te zien. Ja, je moet hier echt naartoe. De moeite waard. Alexandra is even aan het opzoeken wat er in het kasteel gebeurd is. Oorlogsverleden. Er was nog iets na de bevrijding. Hij werd gearresteerd. Ja, maar dat was pas rond. Dat was heel laat. Alexandra zoekt het even op, want zij kreeg in dit kasteel, bij deze kamers, Erke Kamer Oude Bibliotheek Stadhouderskamer, een drukkend gevoel op haar borst. Nou even. Dat is toch niemand te weten. Dat is toch leuk. Dus wij vragen ons af, wat is er in het kasteel gebeurd? Nou, er is hier met de Tweede Wereld ook wel... Het kan ook van vrij recent zijn geweest. Ik weet het gewoon niet. Het werd geen mens. Nooit weten. We zullen het nooit weten. Nou ja, mocht er iemand weten die wel weet wat er precies in die kamers is gebeurd. En in deze kamers, dan horen we het graag. Hier moet je dus echt naartoe. Ja, het is hartstikke leuk. En de medewerkers zijn ook super aardig. Bedankt voor het kijken. Doei! Nou, het doel van deze video, daar hadden wij het over. Hè? Wat is het doel van deze video? En dat is dus om meer jongeren, meer jongeren zoals wij. Ja, daar het museum te krijgen. Waarom is het voor een jongere zoals wij? Is het nou de moeite? Ja. Het is een combinatie van cultuur en kunst. Ik bedoel, je gaat naar een kasteel, je kan lekker buiten lopen. In het voorjaar is het volgens mij nog veel mooier dan nu. Ja. En je komt toch in aanraking met kunst. Ook beelden dat je denkt, lelijk. Maar ook dingen dat je denkt, hé, leuk.
ja, er is eigenlijk voor iedereen ook wel iets bij. Mondriaan tot hedendaags. Hedendaags. Dus dat zijn toch wel de redenen om hier naartoe te gaan. En ook om maar eens even wat hippe termen erin te gooien, te onthaasten. Dat kan hier allemaal. Maar het is bijvoorbeeld ook wel de moeite waard voor mensen die van geschiedenis houden. Hè? Al die generaties die hier hebben gewoond, die beroemde families zoals de familie Bentinck. Er was toch zo'n serie van met Daan Schuurmans. Die speelde toch zo'n Bentinck? Ja.